Een ieder die in 2019 de rij- en voertuigenbelasting, RNVB, heeft betaald, is gevrijwaard om deze voor 2020 te betalen. Dit is na een evaluatie besloten door de werkgroep Herziening Wet Rij- en Voertuigenbelasting 2018. Dit besluit geldt alleen voor de overgangsperiode, waarbij degenen die in 2019 de RNVB niet hebben betaald, alsnog de gelegenheid krijgen dat te doen. De uitvoering van de wet RNVB verliep niet vlekkeloos. De reden hiertoe was dat de wet niet door een ieder begrepen werd. Daarom heeft de regering besloten deze wet te herzien. Binnen de samenleving was de ontevredenheid over deze wet duidelijk te merken. Er zijn meer dan 10.000 bezwaarschriften ingediend tegen de RNVB. De werkgroep wil dat enkele bepalingen beter in overeenstemming worden gebracht met de maatschappelijke realiteit. Ingaande 1 januari 2021 zal elke bezitter van een voertuig die zich op de openbare weg bevindt aan zijn belastingplicht moeten voldoen. De wet schrijft namelijk dwingend voor dat de belasting elk kalenderjaar is verschuldigd. Strikt gezien moeten rij- en voertuigen die zich begeven op de openbare weg voorzien zijn van een geldige belastingsticker. RNVB is een bestemmingsheffing, wat betekent dat de bestemming van tevoren bepaald is, te weten zorg dragen voor een adequaat wegennet. Ofschoon de wet zegt dat 10% van het ontvangen geld besteed zal worden voor de wegen, heeft de minister van Financiën kenbaar gemaakt dat alle ontvangen middelen voor de infrastructuur van het wegennet gebruikt zullen worden.